Dit zijn de tekenen van het boek. En wat u door de Heer wordt geopenbaard, is waar, maar de meeste mensen geloven het niet. God is degene die de hemel heeft opgeheven zonder zichtbare steun en vervolgens regeert vanaf de troon. Hij onderwierpt de zon en de maan die gevestigde paden volgen. Hij bepaalt de zaken en legt de borden uit, zodat je zeker weet dat je de Heer tegenkomt. Hij is degene die de aarde heeft uitgespreid en er bergen en wateren op heeft geplaatst. Hij maakt de geslachten van alle vruchten. Hij bedekt de dag met de nacht. Hierin zijn tekenen voor redelijke mensen. Er zijn voren op de grond naast elkaar die druiven, mais en palmbomen bevatten, die dezelfde wortels hebben en worden geïrrigeerd met dezelfde hoeveelheid water. Maar desondanks smaken sommige vruchten beter dan andere. Hierin zijn tekenen voor een volk dat het begrijpt. Nou, als je verrast bent. Is het zelfs nog vreemder dat ze zeggen: Als we uiteenvallen, moeten we dan opnieuw worden geschapen als een ander wezen? Dit zijn degenen die niet in de Heer geloven. Ze zullen kettingen om hun nek hebben en zullen de bewoners zijn van het vuur waarin ze zullen wonen. En ze haasten zich naar het lelijke in plaats van naar het mooie. Ook al hebben ze voorbeelden van vroeger. En de Heer vergeeft mensen voor hun wandaden, maar Hij handelt ook grimmig. En de ongelovigen zeggen: Waarom wordt Hem geen teken van de Heer geopenbaard? De jouwe is alleen bedoeld om je eraan te herinneren. En elke natie heeft zijn gids. God weet wat er in de baarmoeder van vrouwen zit, hoe ze samentrekken en uitrekken. Hij heeft voor alles de exacte maat. Kenner van het onbekende en bekende, majestueus en verheven. Voor hem is degene die zijn woorden verbergt of in het openbaar uitspreekt dezelfde. Als degene die zich verbergt onder de dekking van de nacht of degene die overdag zichtbaar beweegt. Voor en achter u zijn degenen die over u waken en u beschermen volgens het besluit van God. God verandert de toestand van mensen niet totdat zij zichzelf veranderen. En wanneer God kwaad voor een volk verordent, kan niemand dat voorkomen. En buiten Hem heb je geen beschermer. Hij is degene die je het onweer laat zien dat angst en hoop opwekt, en die de zware wolken beheerst. Glorieuze bliksemschichten verheerlijken Hem en engelen vol angst, en Hij stuurt ze naar beneden, slaat ermee wie Hij maar wil, en ze discussiëren over God, en Hij is machtig en krachtig. Spreek hem oprecht aan, en als je de mensen naast hem aanspreekt, zullen ze je niets antwoorden, zoals in het geval van degene die zijn handen uitstrekt om water te halen, maar er niet bij kan. En het gebed van de ongelovige is niets anders dan waanvoorstellingen. Voor God buigt zich alles in de hemel en op aarde neer. Willend of ongewild, en ook hun schaduwen bij zonsopgang en avond. Zeg, wie is de Heer van de Hemel en de Aarde? Ze zullen zeggen: God. Vertel me eens, waarom neem je beschermers mee die zichzelf niet kunnen helpen of schade kunnen berokkenen? Vertel eens, zijn blinden en doven hetzelfde? En zijn duisternis en licht gelijk? En hebben degene die jij met God associeert iets geschapen zoals hij schept, zodat hun beide scheppingen gelijk zijn? Zeg, God is de schepper van alles. Hij is de enige en almachtig. Hij stuurt regen uit de lucht en dan stromen de waterlopen met een bepaalde snelheid terwijl de stroom afval naar de oppervlakte brengt. En de ertsen die in het vuur rook voor sieraden of gereedschap geven, ook hun afval af. Dit is hoe God naar de waarheid en de leugen wijst. Wat afval betreft, het verdwijnt en wat nuttig is, blijft voor de mensen op aarde over. Zo geeft God voorbeelden. Voor degenen die op de Heer reageren, is dit het beste, en voor degenen die niet reageren, ook al zouden ze alles op aarde bezitten en twee keer zoveel, ze zouden het allemaal geven om verlost te worden. Er wacht hen een zware confrontatie in de hel. Een verschrikkelijk verblijfplaats. Is degene die weet wat hem door de Heer wordt geopenbaard, waar, zoals degene die blind is? En alleen de verstandigen worden eraan herinnerd, zij die hun verbond met God nakomen en hun eed niet breken. En degenen die verenigen wat God heeft veroordend, zijn verenigd, omdat ze de Heer vrezen en bang zijn voor een slechte afrekening. En degenen die verzameld en geduldig zijn ter wille van hun Heer en die bidden. En degenen die doneren van wat hen ter beschikking wordt gesteld, in het geheim en publiekelijk. En degene die op een mooie manier reageren op beledigingen, er wacht hen een vreugdevol verblijf, de hemelse tuinen van gelukzaligheid, waar ze samen met hun ouders. Vrouwen en kinderen zullen binnengaan en engelen zullen hen bij elke ingang begroeten met een groet: vrede voor jou omdat je geduldig bent. Wat een vreugdevolle verblijfplaats. En degene die na hun eet het verbond van God verbreken en verbreken wat God heeft bevolen om verenigd te worden en wanorde op aarde te creëren, vloek en een vreselijke verblijfplaats wachten op hen. God geeft voorzieningen aan wie hij wil en onthoudt, en zij genieten van het leven in deze wereld. En deze wereld is vergeleken met een andere slechts een vluchtig genot. En degene die niet geloven, zeggen: waarom wordt hem geen teken van de Heer geopenbaard? Zeg: God laat dwalen wie Hij wil en leidt degene die zich tot Hem wenden, degene die geloven en wie er hard gekalmeerd wordt door de gedachtenis aan God omdat de harten gekalmeerd worden door de gedachtenis aan God. Degene die geloven en goede daden verrichten, hun resultaat is een goed rendement. En zo werd jij ook naar jouw gemeenschap gestuurd, aangezien er eerder gemeenschappen waren aan wie ook geopenbaard was, maar zij geloofden niet in de barmhartige. Zeg. Hij is de Heer en er is geen God behalve Hij. Op Hem vertrouw ik en naar Hem keer ik terug. En zelfs als een of andere Koran in staat zou zijn heuvels te verzetten, de aarde te ploegen of de doden te laten spreken, wel, Gods besluit geldt voor alles. Begrijpen degenen die geloven niet, als God het wilde? Zou Hij alle mensen samen kunnen leiden? En ongelovigen zullen getroffen worden door problemen of ergens daar dichtbij, totdat Gods belofte vervuld wordt, omdat God zijn belofte zal houden. Vroeger hebben ze boodschappers beledigd, maar ik heb de ongelovige uitstel verleend zodat ik ze later zou vernietigen en zo de rekeningen zou vereffenen. Is er iemand zoals hij die toezicht houdt op ieder zelf, in termen van wat het doet, en die anderen met God associeert? Zeg hun namen. Dus, bent u van plan hem over iets op aarde te informeren dat hij niet weet, of het alleen met uw woorden te bevestigen? Integendeel, hun sluwheid heeft de ongelovige prachtig te geleken en daardoor zijn zij op een dwaalspoor geraakt. En wie God op een dwaalspoor laat, zij zullen geen gids hebben. Er wacht hen straf in deze wereld, en de straf in de andere wereld is zwaarder en niemand kan hen tegen God verdedigen. Een voorbeeld van een paradijs dat aan de voorzichtigen wordt beloofd, is dat waar rivieren doorheen stromen en waar er permanent voedsel en schaduw is. Dat is de verblijfplaats van de voorzichtigen, en de verblijfplaats van de ongelovigen is het vuur. Degene aan wie het boek is geopenbaard. Verheug u ook over wat aan u is geopenbaard, en van de bondgenoten geloven sommigen van hen niet in sommige delen ervan. Zeg: mij is opgedragen God te dienen en mij met niemand bij Hem aan te sluiten. Tot Hem roep ik en tot Hem keer ik terug. Dus het werd geopenbaard om in het Arabisch te oordelen. En als je hun passies volgt nadat de kennis tot je kwam, zou niemand je tegen God beschermen of verdedigen. Er zijn al eerder boodschappers gestuurd en die hebben vrouwen en kinderen gekregen, en geen enkele boodschapper kan een teken brengen zonder de wil van God. Alles staat gedetailleerd in het boek. God schaft af wat hij wil en versterkt. Met hem is de moeder van alle boeken. Of u nu een deel wordt getoond van wat hen is beloofd of dat uw ziel wordt weggenomen, uw plicht is alleen om het bekend te maken, en het is de mijne om ermee om te gaan. Kunnen ze niet zien hoe ik het land van zijn grenzen verklein? Het is Gods oordeel en niemand kan zijn oordeel veranderen. Hij is snel met afrekenen. Vroeger gebruikte ze sluwheid en Gods sluwheid gaat boven alles. Hij weet wat ieder mens doet en de ongelovigen zullen beseffen wie de beste verblijfplaats in het hiernamaals heeft. En de ongelovigen zeggen, jij bent geen boodschapper. Zeg, God is voldoende als getuige tussen mij en jou, en degene die het boek kennen.